Waarom kom je niet meer overeen met John en Chris? Hey! Welkom bij een nieuwe video. Hier Marlena en... Eto! Wat gaan we doen vandaag? Schaak u in Nederlands aan. Pablo! Pablo, hoe oud ben jij? Ik ben bijna 2. En vergeet al, moet u nu een duimpje omhoog te geven voor het kanaal Atos. En spot je me mee, als ik het niet vaak heb, geen duimpjes. Dus doe het! Oh, ja, we gaan de Q&A doen. En ik heb dus 148 vragen gehad. Oh, is veel. En de laatste keer heb ik opgenomen in Polen. Alleen, dat was leuk. Met mijn oude camera, ik heb nu een nieuwe camera. Sony A64. Goed, let's go! Kimberly Amsterdam, hier staat de vraag. Als jullie een huisje zouden nemen, wat zou het zijn en hoe zou hij of zij heten? Ik wil graag een vingeraapje. De kleine schattige aapje. Ja, dat is schattig. En die noem ik dan Vegeta. Ik weet niet echt. En die gaat op Pablo rijden. Ja, die is ooit. We hebben een Pablo en Pablo is genoeg. Maar hij is zo lief. En Gucci hebben we ook nog. Dolf van Oostrum, wat doe je in je vrije tijd? Helemaal niets! Ik ben bezig met werken, met eigen zaken en voor de rest ook gewoon helemaal geen kloten. Soms barbecue met vrienden. Eén keer gebeurt het de laatste 6 maanden. Mogen mensen edits van je maken? Altijd. Ik vind het super leuk als mensen edits van ons maken en ons taggen. Dan posten wij het heel vaak in onze story op Instagram. Spakenburg, heet toch oké. Ajax, laagstreepje beste, laagstreepje club. Spreek je John en Chris nog wel eens? Nee! Dat was een duidelijk antwoord. Zijn jullie getrouwd? Zo nee. Willen jullie het dan? Ik neem aan dat je gezien hebt dat ik haar ten huwelijk voeg. Wil je met me trouwen? Jazeker. Ja, geweldig. Je verwacht het niet, hè? Oké, nu gaan we beuken. Voordat ik iemand plat op de grond sloeg. Jij bent geen echte fan van aardappels, anders wist je dat. Ja. Toch? Je hebt een mooi stukje kijk. Let op, geniet hiervan. Aard Jan Lasseur, 86 kilo. 1,90 meter. Het gaat er aardig op. Daar was even een momentje. Team Aardos. Kippenvel, zo mooi. Zijn John en Chris nog wel vrienden van je? Deze keer mag jij het doen. Nee! Wacht even, deze is echt over Melena. Wil je kinderen? Ja. We hebben er al 2. Oh, Pablo. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Bij Instagram. Waar? Nee, niet bij Instagram. Daar begon het. En Jumbo. We hebben zadelijk aan lopen. Vuur erom. Tegen allemaal bloedstromen. En twaalf verliefd. Liefde op eerste gezicht kun je het noemen. Zou je ooit een eigen gym openen? Ik zou het graag willen. Gaat het voorlopig niet worden. Maar Amiel gaat wel een eigen gym openen. Boxy Shape Soest. En dan ga ik mij veel zien. Dan ga ik waarschijnlijk ook lesgeven. Ik ook. En Melena ook misschien. Dus Boxy Shape Soest. Check het mensen. Wat is de leukste prank die je hebt gedaan met Prankster? Oh, je doet mix it. Sorry. Piek gaat om een huis inbouwen. Tenminste, dat is wel de meeste moeite. En die vond ik wel leuk. Gym? Of 1 jaar gratis eten? 1 jaar aan gratis eten, want ik zit al gratis bij de gym. Oh, hashtag leuke fitness en zo. Met wie wil je nog een keer vechten? En geen Joey Bravo. Ja, dat klopt. Hij heet nu Bravo. Nee, weet ik niet. Met wie wil ik vechten? John en Chris tegelijk. Pam! 1 tegen 2. MMA, alles mag. Wat is je droom? Om gewoon succesvol te worden in het leven, om gelukkig te zijn. Ik denk dat mijn droom is wel echt geluk. Want geluk is het belangrijkste wat er is. Doe 10. Push-ups. Deze is van Melena, want ik heb er al 50 op Instagram. 1, 2, hoppa, pak het. 3, 4, 5, 6. Nu stappen, 7. Kom op, moeten we. 10. Nog 3, Melena. Nog 3. Kom op, Pablo, ik ga je wel tegen. Kom maar. Nog 3, Melena. 7, 8, 9, 10. Paul, wil je repen? Waar wil je echt nog een keer naartoe op vakantie? Thailand? Argentinië? Ja, gewoon toch. Ik denk dat ik heel veel plekken niet eens weet waar ik eigenlijk heen wil. Maar sowieso Thailand en Argentinië staan sowieso op mijn lijstje. Laat je verdien je op je buik slaan. Kom maar. Gaat? Kom. Hey. Ja. Oké. Het gaat? Allemaal bloed? Nee, geintje. Oké, volgende. Ga je nog een gevecht aan met een andere influencer? Nou, ik zou meedoen met boxing influencer, maar ik heb een hele blessure. Ik weet niet precies wat het is, maar ik kan er gewoon helemaal niks mee. Net wees je trainen, legs trainen, armen konden niks, kon niet boksen. Dus het is wel, ja, kut. Ik heb de pull op, weet je wel. Woep, woep. Knapte iets in mijn bicep. Kan een gevecht zijn, een pace of een bicep. Knapte mijn pols dubbel. Nee, deze arm is kapot. Ik heb al 2 jaar lang... Het is kapot. Ja, ik heb al 2 jaar lang een gebroken nokkel, laat ik maar zeggen, die steeds vertiefd is. Dus ik ga ook even opknappen in september en dan kom ik gewoon weer terug. Ik hoop dat een derde editie komt van Boxing Influencer, want dan ben ik erbij!
bam. Hoe lang ga je nog door met YouTube? Nou, ik denk gewoon zo lang mogelijk, want ik vind video's maken gewoon leuk. En ik ben nu samen met Melena, we willen gewoon een beetje familievlog, slash sport, slash gekheid. Alleen op een leukere manier, niet zo saai en noem maar op, gewoon wel echt kwaliteit. Waarom kom je niet meer overeen met John en Chris? Nou, ik ga wel een video maken, want ik krijg te veel vragen erover. Heb je een vriendin? Gucci. Weer net tevoren. Anders weet je toch dat ik drie jaar samen met Melena, of niet? Kun je pols? Jappie dolle kurwa, schroep mi luda. Oké, hoe lang heb je een relatie? En je bent trouwens echt breed, dik SO, strijder. Hoe lang zijn we samen? Ja, iets meer dan 3 jaar trouwens. Ja. Ga je nog verder met boksen? PS, je hebt talent. Dankjewel. Ik krijg heel veel mensen die zeggen van ja, je hebt wel echt feeling voor, dus ik vind het super wijs om te horen. Ik wil verder gaan. Even stellen, weet je wel. Even alles laten rusten en dan kom ik terug. Ga je met John Quote ringen? Hey, make the date and I'm there. Willen jullie kinderen? En jij? Ik weet het niet, joh. Ik weet het niet. Ik kinderen nemen veel tijd in beslag, Melena. Jij wil het heel graag. Ik denk dat ik het wel leuk vind als je eenmaal twee of zo. Maar baby, ik vind baby's gewoon niet leuk. Kan ik gewoon niet zeggen. Ik vind baby's niet leuk. Puppies wel. Ik ga kinderen oppassen tot 2 jaar en jij later. Is goed, dan heb ik bij mij ook wel naartoe. Ga ik vloggen. Ja. Boksen. Heb je ooit al eens gerookt? Ja, ik heb vroeger gewoon ook gewoon sigaretten gerookt. Dat heb ik toch? Niemand is perfect. Zo gaat het, hè. Je gaat de school even stoer doen. My girl, fucking stoer. Nee. Hoe lang ken je Enzo al? Nou, ik ken hem niet echt persoonlijk. Maar ik ken hem al lang via YouTube. Dit is jullie. Dus, ja. Donut of milkshake? Nou, ja, dat moet dan. Maar het moet wel de goede zijn. Niet die droge. Ga je nog een keer een boxwedstrijd doen? Goedjes, Ruben. Ja, dat is wel de planning. Heb je een bepaald levensmotto? Zo ja, welke? Mijn levensmotto is gek moet je wezen. En weet je waarom gek? Als je gek bent, dan kun je alles bereiken. Want als je gewoon te serieus bent of te down, dan kom je nergens. Je moet gewoon af en toe even die knop omzetten. Gek zeggen. En niet denken, het ligt niet in inderdaad. Nee. Ik kan het! Toch? Ja. Zeg het, keer gek moet je weten. Gek moet je weten! Oh, deze is voor jou, Melena. Wat dacht je toen Aartje ten huwelijk vroeg? Ze was zo blij! Ze dacht met het liefde van mijn leven, vraag mij ten huwelijk. Oh. Ik was zo erg blij. Oké, het was blij. Wat is je moeilijkste Nederlandse woord? Alles. Ah, ik weet niet. Nou. Ik kan het nu niet verzinnen. Vaar is natuurlijk moeilijker, want het is pols. Dus, ja. Wat is je lievelingsonderdeel van sporten? Marlene is de kontje. En mijn schouders. Een schouder, ja, maar ook wel alles. Hij wil alles, wat alles geeft hem lekker en verslaafd. En mijn sixpack, ja, alles. Oké, tegen wie zou je een keer willen boksen en waarom? En hoe komt het dat je zo'n baas bent? Dikke S loopt terug. Waarom ik zo'n baas ben? Omdat ik gewoon gek ben. Gek moet je wezen. Tegen wie zou ik willen boksen? Hij zou tegen Joey Bravo, weet je. Omdat hij wel eens een mannetje is, weet je. Allemaal gewoon die wise guys. En ja, weet je, is aan mijn niveau toch niet? Maar ik durf denk ik niet. Denk ik niet, jong. Poest je hem niet. Ga je ook bij mixen? Dat zou geweldig zijn. Nou, ik ben niet gevraagd. Ik weet helemaal van niks. Dus ik ga het niet mee doen, denk ik. Hé, hey, ik ga me er niet in mixen. Het liep niet zo lekker allemaal, blijkbaar, weet je wel. En ja, ze willen allemaal aardjes in de rug steken. Dat vinden ze leuk. Wacht even, ik krijg een mop. Als je kaas en wodka mengt, wat krijg je dan? Wodkaas. Nee? Net gaat. Ik dacht dat die grappig was. Oké, je komt erin. Hoe gaat het met Prankster? Kut! Wie vind jij het beste Nederlandse YouTube? Ja, weet je, Actos. Nou, wat voor muziek luister jij? Raw stel, hard stel, weet je toch, een beetje... Bam, 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 ja, ik alles. Nee? Het is eigenlijk lekker naar zweken. Echt sport! Wanneer is de trouwdatum? Jullie zijn een sterke, leuke koppel. Binnenkort. Snel. Over 1 jaar, 2 jaar. Tussenin ergens misschien. Paas, Pinkster, 1 dag. Wat bijna. Hoe groot ben je? 1,60. 1,90. Naar welke YouTuber kijk je op? Niemand. Autos. Ruud Smulders! Hij is fucking grappig. Nee, ik vind Dylan Haag wel echt een goede YouTuber. Gewoon een relaxed gozer en hij maakt echt goede kwaliteit video's. Het zou cliché zijn dat ik stuk tv zeg, want het zou iedereen een stuk tv. Maar het is in het boek mij een klein setje gegeven met Prankster toen. Dus nee, geen stuk tv. Wat is je favoriete YouTube kanaal behalve Idols? Nou, ik ga jullie toegeven, de enige die ik echt kijk is Ruud Smulders. Ja, ik kijk geen YouTube, hè. Wat zou je hebben gedaan als je geen YouTube deed? Nou, ik ben tegenwoordig ook gewoon visboer. 3 dagen per week, dus eigenlijk doe ik gewoon nog steeds wat bij mijn YouTube. Dus het is niet dat ik volledig van YouTube leef. Hoeveel kinderen willen jullie laten en hoeveel kleinkinderen? 2. Kinderen? 2. En 2? Ja. Oké. Okay. Als je 2 kinderen hebt, dus krijg je bij 2 kinderen, heb je 4 kleinkinderen. Potje, patja, kom sparen dan. Nee, grapje. Hoe ben je genaaid door je vrienden? Ik maak er een video over. Het is makkelijker. Wat is je lievelingseten? Alles. Choco. Pizza. Mij gaat... Ja, dat ik heb ik
veel. Maar Chinese pand, weet je, sushi en al die dingen, lekker en van die lekkere hete knoflooksausjes, kung pao chili saus met een beetje ossehaas en zo. Ja, lekker. Lekker! Nu heb ik ook honger. Wat vind je het leukst aan vloggen? YouTube. Creativiteit, dingen maken, gewoon... ja, weet je, je doet ook dingen. Soms zit je wel eens en denk van, ja, ik doe niks. En met YouTube-video's ga je toch iets doen. Je gaat ergens heen, je gaat filmen. Soms doe je leuke dingen. Soms word je uitgenodigd door... ga je indoor skydiven en dan ga je dit doen, dan ga je dat doen. Dat is leuk, toch? Ja. En we zijn opbouwende met Atos, dus het wordt alleen maar beter. Waarom heet je Aart? Ik zou een verhaal vertellen. Ik heet officieel Aart. Jan. En waarom ik zo heet, dat is eigenlijk best wel grappig. Mijn opa was een tweeling. En mijn opa heette Aart, dus zijn tweelingbroer heette Jan. En dat hebben ze mij allebei vernoemd. Aart Jan. En toen kwam Marlena's vader en zei, hey Aarto. En toen zei ik, weet je wat, ik heet nu Aartos. Wat vind je van fans die aan huis komen? Nou, ik vind het ook niet zo erg, weet je. Als ze mij komen, een fotootje, aantekenen, doe gewoon een fotootje maken, aantekeningen. En daarnaast opzouten! Toch? Nee. Maar ik vind het niet erg of zo. Fans zijn heel lief. Wat zou je doen als een fan midden in de nacht aanbelt en je bent nog wakker en ze vraagt om een foto? Wat zou je dan doen? Nou, dan zou ik nog steeds een foto maken en daarna zeggen van doe het alsjeblieft nooit en nooit en nooit meer. Jij? Maar niks. Niks? Ik ga een picture doen en ik ga slapen verder. 100% dat zij boos wordt. Ik kom van jou bij tot ik kom van sleep. Ik ga make-up voor dirty. Hoeveel action heb je? Action? Ja. Weet niet, doe ik niet mee, zo'n vragen. Heb je ooit seks gehad tegen je zin in? Gisteren nog. Oh, altijd seks. Ja. Wat is volgens jou de beste gratis edit app? Mijn WhatsApp, die is gratis. En dan ga ik mensen coachen, gewoon met sport, motivatie, levensmotivatie, problemen. Ik wil eigenlijk niet alleen de sport focussen, maar ook gewoon mensen helpen die gewoon ergens mee zitten. Gewoon even kunnen praten, snap je? Die gewoon gemotiveerd moeten worden in het leven, met sport, met alles. Zo. Dus mijn eigen WhatsApp. Wat zou je echt nog een keer willen doen in een video? Wat zou ik graag, ik zou graag deze fles op willen drinken. Wat zou ik graag willen doen? Ik weet het niet. Ja, ik heb wel meerdere dingen. Pablo, wat zou ik graag willen doen? Hij weet het ook niet. Ik wil nog heel veel doen. Dat is meer het dingetje. Ik wil heel veel doen. Ik zou nog een keer een vliegtuig willen springen, maar ik heb al gedaan. Maar een keertje solo. Ja. Ik wil heel veel doen. Laat ik het daarop houden. Lekker bezig, man. Hè? Had je dorst? Puppy. Zo'n lief hondje. Wat is je ergste ergernis van de mensheid? Dat heel veel mensen gewoon totaal niet eerlijk zijn en super egoïstisch. En ik haat egoïsme. Ja, me too. Egoïsme is voor mij echt iets dat ik denk van... Vanaf welke leeftijd gym je al? Ik denk rond 14, 15, toen ging ik niet serieus, toen ging ik wel naar de sportschool. En daarvoor deed ik karate, dus echt gym deed ik 14, 15, heel dom, weet je wel, dat was niet echt serieus. Pas later ging ik echt van 18, 19, begon ik echt met fitness, dat ik echt voeding en zo echt goed ging doen. Jij? Met de sportschool? 3 jaar geleden. 3 jaar geleden, ja. Met de sportschool, hè? Toen ze Atos ontmoeten. Grootste motivatie van de hele wereld. Atos! Wat is het meest domme wat je ooit gedaan hebt? Vertrouwen op Chris en Sean. Jij? Skydiving. Indoor skydiving. Nou, Nee. Marlena vond dit super eng. Laat ik een klein stukje van indoor skydiving zien. Een paar seconden komt hij. Nou, dat vond zij super eng. Is toch leuk? Ik was bang. Maar net hoog geweest, hè? Ja. Met haken. Liever veel geld of veel geluk in je leven? Veel geluk, want dan komt er ook veel geld op je pad. Wanneer ga je een video maken over de problemen en de oorzaken van kapot gaan van pranks? Nou, ik heb net al soort van gezegd, maar die ga ik dus deze week opnemen. Dat wel. Maar nu een lijn komt er toch even de vraag, maar hij komt eraan. Ga je ooit nog eens een keer zelf workout segmenten verkopen? Ja, dat wil ik wel gaan doen eigenlijk. Ik wil heel graag pre-workout verkopen. Ik ben nu gesponsord door Bulkbouwers. Daar wil ik gewoon bij blijven. Alleen ik wil een eigen workoutlijn gaan starten. Dat lijkt me gewoon, vind ik gewoon leuk, past goed bij me en ja, een beetje geld verdienen toch. Dat is handel! Laatste, okay. Vind je het fijn als de fans aan de deur komen? Want ik heb gemerkt dat sommige YouTubers niet zo leuk vinden. Deze vraag hebben we soort al gehad, maar omdat hier wordt toegelicht van sommige YouTubers vinden het niet zo leuk. Omdat sommige YouTubers ook gewoon super egoïstisch zijn. En er zijn meerdere manieren. Kijk, sommige zijn gewoon even niet lekker in de vel of zijn gewoon te druk, ik snap het. Maar sommige zijn gewoon egoïstisch en die zijn alleen bezig met geld. Ja,
je hebt ook fans en ik vind dat je daar wel tijd aan moet besteden. Daarvoor doe je uiteindelijk YouTube. Ik doe het niet meer voor het geld nu momenteel. Ik wil gewoon werken, ik wil gewoon maken omdat ik het leuk vind. Ja, de horen fans gewoon, dat is wel je ding, weet je wel. Dan kun je later natuurlijk wel je merchandise aan verkopen als ze het leuk vinden. Ze kunnen jou supporten, noem maar op. Ja, ik vind dat geld eigenlijk niet eens een dingetje moet zijn. Het moet gewoon zijn dat je het leuk vindt en voor de fans. En dat gebeurt bij de YouTubers. En vooral bij die game-YouTubers, want die gamen gewoon mijn geld. Eigenlijk is het absurd dat hun geld verdienen in mijn game, want ze doen gewoon geen kut. Maar ze voelen zich wel heel hoog, dus. En dan ga je boksen op een wedstrijd. En dan staat een of andere Link Tiger in de ring. En dan zegt hij, wie gaat de idols en wifi's. Ik weet niet wie dat zijn, ik weet niet wie ze zijn. Ja. Fuck you! Dus dit is het einde van de video. Dit was de Q&A van idols en... Marlena. Oké, okay, vergeet u niet een duimpje omhoog te doen. En niet omlaag, maar omhoog. Vergeet gewoon niet te abonneren. Abonneren is super belangrijk. En dat belletje moet je aanklikken tegenwoordig. Anders krijg je helemaal niks meer binnen meldingen. Dus mensen, tot de volgende keer!